staan hier bij de bibliotheek. Die gaat verhuizen. Ik heb een afspraak bij Ria van Schoten. We gaan eens even binnenkijken. Eindelijk gaat het gebeuren. Wanneer zijn jullie begonnen met het inpakken van de boeken? Ze zijn afgelopen zaterdag begonnen met het inpakken van boeken. En dat moest vanwege het feit dat er op maandagmorgen om 19:30 al de heren van de kasten voor de deur stonden. Dus zaterdag een eerste deel en vanaf maandag zijn we verder gegaan met alle boeken. Maandag hadden we alle boeken in ieder geval al ingepakt. Dat inpakken, doen jullie dat zelf of is dat uitbesteed? Nee hoor, dat is met eigen handjes van het hele team. Ik had 8 man personeel van Bibliotheek Bunschoten hier aanwezig en die hebben keihard gewerkt. Geweldig. We gaan naar een ander pand, dat is op loopafstand. Ja. Is dat groter? Ja, maar het is groter. Het is zeg maar 1,5 keer zo groot. Het is ook anders. Hè. Je ziet de palen hier in de oude bibliotheek staan, er zijn hoekjes. Daar is het anders, maar als het goed is maakt u daar straks ook beelden. We gaan daar straks ook even kijken. Verrassing, nog een beetje. En wanneer gaat de boel open daar? We gaan daar op maandag 2 augustus open en dan kunnen mensen komen kijken en boeken lenen en boeken inleveren weer. We willen graag dat ze tot die datum de boeken ook gewoon even thuis houden. Willen ze ze echt weg hebben, kunnen ze ze in Baren inleveren op de Hoofdstraat. Dat is op onze site zo te vinden. En ook hun reserveringen, als ze een berichtje krijgen, staat er heel duidelijk boven Bibliotheek Baren. Dus daar moeten ze hun reservering ophalen voor de vakantie bijvoorbeeld. 2 augustus gaan we om 1 uur 's middags gaan we open. We hebben nieuwe openingstijden, dus let even op. En mogen daar ook mensen komen die geen lid van de bibliotheek zijn? Tuurlijk, want dat is het. Hè. Het is, een bibliotheek is zo laagdrempelig. Hè. Het krantje lezen, het verblijven, gebruik maken van het gratis wifi, computers, echt alles. Of gewoon een tijdschrift lezen. Je bent altijd welkom in de bibliotheek. Kunt u bij benadering zeggen hoeveel leden jullie hebben? We hebben ruim 5000 leden hier in Bunschoten. Alleen in Bunschoten al? Alleen in Bunschoten. Ja. En deze bibliotheek valt onder de regio Amersfoort? Ja, wij vallen onder Bibliotheek Eemland. Dus er zijn 7 vestigingen zeg maar, in 5 gemeentes. En die werken allemaal samen. Je hebt ook de hele collectie van, de hele, van al die bibliotheken staat tot je beschikking. En welke gemeentes zijn dat? Dat is Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Baren en Bunschoten. Ik zie hier ontzettend veel bakken staan. Die zitten al vol. De medewerkers hebben dat allemaal uitgesorteerd en in de goede bak gedaan. Wanneer worden de bakken overgereden naar de nieuwbouw? Dat gebeurt dinsdag. Want ze zijn namelijk deze week heel druk bezig met kasten verplaatsen. En je kan niet kasten verplaatsen en kasten vullen. Dus vanaf dinsdag gaan we de kasten daar vullen. Dinsdag de 20e dus. Ja. Dan gaan jullie... Gaan de materialen daar naartoe en alle spullen die hier nog staan. En degene die de bakken vol gedaan hebben, die gaan ze ook weer in de kasten plaatsen. Ja, want daarom hebben we het goed ingepakt, zodat dat niet zo veel tijd kost. Maar inpakken is heel snel, uitpakken kost altijd wat meer tijd. Als het goed voorbereid is, dan loopt het soepeltjes, hè? Dan loopt het heel soepeltjes, dan weten we het. We weten precies wat in welke bak zit. We gaan even naar de overkant even kijken. Ja. En dan zijn we er natuurlijk bij de opening, hè? Tuurlijk. Op 2 augustus zijn jullie sowieso ook welkom vanaf 1 uur. En maar op 8 september hebben we ons openingsfeestje. Dat is 's middags rond 1 uur of 3. De juiste tijd is nog niet. En die wordt ook spectaculair. Dus ook daar zijn jullie uitgenodigd. Ik schrijf het in de agenda. Heel graag. Ria staat even te praten met de mensen die binnen aan het werk zijn. Hier is het dan.